Hallo allemaal, wij gaan vandaag met onze klas in Den Haag naar Buitenhof Pathé. Hier wordt ons filmpje gedraaid. Dat gebeurt allemaal bij UNICEF Filmfestival. Gaan jullie mee? Het wordt een bijzondere ochtend. We hebben vandaag twee premières. Jullie zijn de eerste premières. Krijgen we 10 films te zien. Meester, mag ik binnenkomen? What's up, brah? Ja, ik vond ze heel emotioneel en... Ja, it was good. Yeah, the way they made it was really nice. Ja, best wel mooi en tot nu toe, ja... Ja, ik vond het best wel goed. Die van ons en die van... They are also really good. I think all of them should win. Ja, ik weet niet hoe die heet, maar het was ook zo leuk. Hè? Ik kan niet kiezen tussen alle films, want ik ben blij dat ik niet in de jury ben. Want ze waren allebei allemaal heel erg goed. Ja, alles is goed. Nee, helemaal niks is goed. Nou, verpesten jullie dat we allemaal problemen hebben. Ja, we zijn eigenlijk onzeker. Dat is artikel 54. Het is weer gelukt! Ha, 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 ha! Zo! Ha, 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 ha! Misschien even dus moeten gaan roepen. De winnaar is de Erasmus School. Ja! En voor de volgende Erasmus School mag je dit doen. En we hebben een groot applaus voor de diverse mensen daar in Amsterdam. Wij regelen het dus. Jullie zijn al in de finale. Oké, nou hartstikke goed. We hadden niet verwacht dat we gingen winnen, maar ja, we hebben gewonnen. En we gaan naar Amsterdam! Ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. We hebben er heel hard aan gewerkt. Al onze klasgenoten zijn super blij omdat we gewonnen hebben. En we mogen naar Amsterdam. Ja, dat wil ik alleen zeggen. Ik vind het ook heel erg leuk. En ik heb heel veel zin om naar Amsterdam te gaan. Ik ben helemaal klaar voor. Woe! We zijn zo blij dat we alles hebben georganiseerd. En de kinderrechten zijn ook heel belangrijk voor ons. Dus we zijn gewoon heel trots op onszelf. Tussen de 9 mensen. We hadden dit helemaal niet verwacht.